ga laten zien hoe je deze ster vouwt. Ziet er ingewikkeld uit, het valt best wel mee. Je hebt een vierkant velletje met twee zijden. Dit wordt de kant van de ster. Die vouw je zo een keer dubbel. En zo een keer dubbel. En dan de goede kant zo. En zo. Vervolgens pak je hem zo voor je met één punt naar je toe. En dan doe je die naar binnen en die naar binnen. Zodat je een vierkant hebt. Vervolgens, hier is het dus open. Hier is het dicht. De kant die open is, die hoeken, die vouw je om. Met aan allebei kanten, dan vouw je de driehoekje wat overblijft, vouw je even goed naar allebei de kanten. Dan wordt het een beetje ingewikkeld, dus dan vouw je hem terug en dan doe je hem allebei de kanten. Doe je hem over die vouw die je net gemaakt hebt, klap je hem open en dan vouw je hem zo. Doe je aan de andere kant ook, dus die vouw die je gemaakt hebt, daar overheen vouw je hem open, zodat je dit hebt. Dan maak je hem open bij de punt en dan heb je dus dit gevouwen. Vervolgens ga je weer in elkaar vouwen en is dit naar binnen, de punten over die lijn, die vierkant, over dat vierkante lijntje. Het lastigste stukje misschien wel. Dat vouw je dus. Dan heb je dit. Vervolgens ga je alle vier de punten die je hebt, die je net gemaakt hebt, die ga je omvouwen. Ongeveer tot zo waar die andere punt zit, zo. Kijk, dat stukje. Ook aan de andere kant. De twee puntjes om. Dan heb je allebei die twee punten heb je gedaan. Dan ga je de andere twee punten nog doen. Is die klaar. Dit is de achterkant. En dit is de voorkant. En eventueel kun je nog een beetje opvouwen. Zo. Dat is hem.